Go 17 ondersteunt vanaf nu het gebruik van shortcuts wanneer een extern toetsenbord verbonden is met de iPad. Om de beschikbare shortcuts in Go te bekijken, kan je simpelweg de command toets inhouden op het toetsenbord. Er verschijnt dan een pop-up venster met daarin alle beschikbare shortcuts. Er zijn een groot aantal shortcuts beschikbaar, waaronder nieuwe records, record dupliceren, record verwijderen, zoeken, sorteren, afdrukken en dergelijke meer. Je zal ook opmerken dat deze shortcuts dezelfde zijn als die in Famicom Pro op desktop, onder Mac of Windows. Bijvoorbeeld als ik wil zoeken kan ik Command F gebruiken en dan zoeken op alle mensen met de naam Tibo. Als ik dan terugkeer naar de lijst met contacten en de shortcut Command J gebruik, toont de lijst weer alle contacten in mijn app. Ook bij het navigeren. Tussen velden kan je nu gebruik maken van de Taptoets op je toetsenbord. Dankzij deze toevoeging is het gebruik van Famicom Go een stuk sneller en intuïtiever.